Ah, fuck, ah. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Shamila, dit is Yves. Hey. 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 Hallo. Ja. Hey. Het is een prachtige morgen. Ik ben al begonnen met... mijn lieve ventje is voor mij neusspray gaan halen in een apotheker van de morgen. Keelspray. In een apotheker van de morgen. En ook... Nurofen? Ja. Maar dan mag ik waarschijnlijk niet pakken, omdat ik misschien... Ik zit aan het twijfelen of ik iets aan mijn maag heb of niet. En als je iets aan je maag hebt, moet je dat blijkbaar niet nemen. Dus ik word hier enorm goed verzorgd. En ik ben een beetje ziek. Dus ik heb vandaag wel beloofd aan vrienden van mij dat ik langs ging komen. Want dat is al heel lang geleden dat ik er ben geweest. En die blijven dat ook vragen. Dus ik heb zoiets van, ik kan dat gewoon doen. En misschien word ik wel beter in de frisse buitenlucht. Oké, de bedoeling was dat ik nu wel buiten ging, maar ik vond me echt miserabel. Ik moet vanavond wel even langs Arun. Even iets opnemen voor hem. En daarna terug naar huis. Pff, waarom ben ik ziek? Het is echt vies eigenlijk. Ik moet dat zo in je keel spaten en shit. Maar pff, dat smaakt niet lekker. En mijn haar ook niet. Dag Jeenske. Hallo. Morgen zien we elkaar, hè? Ja, want dan hebben we opnames. Oeh, voor wat? Voor HBV Rijden Mee. Met wie? Twee mensen eigenlijk. Ja, wie? Mag ik dat al zeggen? Ja, ze nog. Steve Tielens van de show Must Go On en zijn Moniekske. Ja, Moniekske. Ja. Ik ga nog even overhuizen, even naar mijn eigen huisje. En daarna ga ik even naar Arun voor nog wat video dingen op te nemen en shit. Dus fuck this kou, maat. Oeh, hoeveel graden is het zelfs? 2 graden. 2 fucking graden, gast. Indra rijdt voor mij en een boze en kop gestikt door de raam. Boke! Boke! Kijk, ik ben juist nog even thuis geweest, nog een beetje bijgeklapt. Ik zou normaal gezien nu naar Arun moeten, maar ik zie juist dat mijn batterij van mijn camera bekend plat is. Dat is ten eerste niet goed voor mijn vlog, plus ik moest met mijn camera ook iets filmen voor hem, waardoor dat ik dat nu niet kan. Dus ik ga gewoon terug richting Eve. En het is een slechte dag vandaag. Ik voel me eigenlijk ook niet goed en ik ben wat ziekjes. En ook gewoon wat, ja, ik voel me eigenlijk niet zo fijn. Oh, nu ben ik thuis nog een papier van de post vergeten en ze is echt zo al halverwege en dan moet het toch nog eens terug, omdat je dat dan vergeten bent, shit. Dus nu moet ik nog eens terug naar huis rijden. Oh! Oké, ik weet niet hoe lang dat mijn batterij nog gaat meegaan, maar ik ga nog snel even langs de vriendin van mij. Maar ja, als het er beet ineens zo geen beeld meer is en ik zit zo ineens terug bij de nieuw thuis, dan wil dat zeggen dat mijn batterij dus plat was. Ik was nog even snel over huis gegaan voor die papiertjes te halen dat ik nodig had. En ja, dan kom je weer aan tafel te zitten. Zijn die thuis aan het eten, dan pak dan maar een bordje mee, dan frit ook maar wat mee. Dus ja, uiteindelijk is het weer al een uur later of zo. Maar kerstverlichting overal. Oh, ik vind dat zo'n gezellige dag, echt waar. Ik vind dat echt een van de gezelligste dagen op het jaar. Allee. De gezelligste feestdag. Bij wie staat trouwens de kerstboom al en bij wie nog niet? En bij wie komt er misschien helemaal geen kerstboom? Oké, ik ben toch nog even bij Aaron en Maxime terechtgekomen. En ik kom hier binnen en dat is hier ineens horror shit en zo. Kom aan. Zwaar aan tatoeëren. Dat schatje. Oké, ik zag er juist dat Aaron getatoeëerd weer. En ik heb ineens impulsief besloten om zelf ook een tattoo te laten zetten. Wat echt niet slim is, maar... Ik ben niet slim, dus doe dat thuis niet ineens. Ik denk er gewoon over na en zo, maar ik heb zoiets van... Weet je, het is een tattoo dat met muziek te maken heeft. Muziek zal altijd in mijn leven zijn, dus uiteindelijk. Maar wel mensen, ze beat is aan mij, dus nu is Aaron nog even aan het creperen. Ze is helemaal niet aan het creperen. Maar ik ga wel creperen waarschijnlijk. Ik heb er 2. Ik heb er hier 1 en op mijn rug van boven, maar deze is echt super veel pijn. Wist je dat? Mijn pols? Ik heb afgezien, Aaron. Ik heb echt afgezien. Dat is keidun vel ook gewoon. Deze is Rouen, die heb ik al super lang niet meer gezien. Yeah. Kom hier jongen. Yeah. Oké, we gaan nu selfie pakken en zo. Want we hebben elkaar. We zien elkaar om de 3 jaar of zo. Dat is echt al heel lang geleden. We zijn die zelf aan het maken, hè? Maar je spelt in mijn zin. Kikapoe. Kikapoe. Ja, maar je hebt toch met die bal nog? Oké, de plaats waar het tattoo volgens mij komt, we zijn nog niet zeker, maar dat is hier, hè? Of... Hier. Maar wacht, sleutelbeen, waar zit dat? Bij mij voelde dat je wel wat fit. De sleutelbeen, hè? Ja. Dus hieronder. Deze gaat het worden, ze. Een heel klein tattoo, maar dat toch wel iets vertelt over mij. Dus een cameraatje met een micro aan. Toppie! Hallo, impulsieve Jamila aan het werk. Allee, ja, aan het afzien. En doe het al zeer. Alsjeblieft, was een plasticje.
Maxime, geniet hiervan, hè. Echt genieten, hè. Oké, we hebben het iets groter gemaakt nu, want het was een klein beetje te klein om een goesting. Maar nu is het... We gaan ervoor. Hopsakee, we gaan ervoor. Oké, ça va, ça va. Ja, toch? Ça va. Maar gewoon, kom meer licht met hem, toch? Ja, nee. Je hebt er niet ingedaan. Maar ik kan meer licht met hem. Zijn jij er wel ingegaan? Ja. Ja, ik heb het gevoel. Zijn jij er ingegaan? Vol even, wat FIFA spelen, wees dit. Ik heb gewoon beeld eraf doen. Nee, maar dat viel echt wel mee. Gaat dat nog eerder worden als dat? Ja. Ah, dat niet. Ja. Dat zijn ze toch geen vrienden meer, hè? Waarom kan meer licht met hem, man? Ja, dat is een probleem. Kun jij me helpen? Ja, maar wel. Ja, niet allemaal gelijk, hè. Nee, niet mijn oog schaam, dat is zeg. Dat is top op YouTube, zeg. Ja, kijk dat. Alsjeblieft. Dat gewoon niet weg, hoor. Ah, fuck! Jeannette! Oh, wow. Zie je dat je doet? Hij is normaal dat de stoel hier achter de man. Dat kan niet vasthouden, ik geloof het. Als je dat ene keer, en niet tijdens dat hij aan het doen is, kerel. Ja, en dat is al neus. Dat is nu al klaar, stukje, hè? Het is klaar. Het is hetzelfde. Ik had hier al 3 lijnen verwacht. Dat is een uurtje van 3 centimeter. Stop eens even. Oh nee. Ja, dat gaat niet zo moeilijk. Waarom ook niet? We zitten al op film uit, hè? Goed niet? Jawel. Dat is gewoon even een lastig gevoel. Dat is geen pijngevoel, dat is een irritant gevoel. Dat is maar over een schaafvorm. Ja, dan zitten we eigenlijk met de steek, want je zit zo opgespannen. Klote, scheid, vibrator. Ja, dat is duur vibrator die ze noemen. Oh, dat is hier. Je hebt ook gewoon een raas kunnen van Jamila. Ik dag zeggen, sigaretjes morgen, ik zie nog nooit meer terug, adios. Nee. Oh, ik wil een tattoo. Oh, ik wil een camera, nee. Ah, fuck, kerel, kalmeert nou even, man. Ik weet niet wat het is, is een tattoo geworden en is het een pieter geweest. Ik ben een tattoo, geloof me. Hé, hey, dat is geen zo'n tattoo, hè? Ja, dat is. Ja, we hadden hem niet vast houden, hè? Ja. Ja. Misschien hebben we eigenlijk een kolos. Dat is een schep. Zwiende stijven adem. T-zap! Yay! Ik heb vandaag zoiets van, ik heb weinig vlogmateriaal. En ja, ik dacht, dan zal ik maar een tattoo zetten, zeker. Nee, dat is niet waar. Maar ik vind het wel heel leuk. Ja, het profileert mij, hè. Dat ben ik. Dus ja. Hopsta, mijn schatje. De neef vindt mijn tattoo niet mooi. Vind je wel mooi? Dat is niet waar. Het is gewoon simpel. Ja. Maar ja, weet je, de neef is heel gedetailleerd. Mag ik je tattoo's laten zien? Ja. Die is heel gedetailleerd met zijn tattoo. Snap je? En waar nog? Geef je arm eens, dat vind ik wel mooi. Snap je die? Ja, wat maakt het uit? Snap je, die is heel zo, ja, met details en shit. En... Maar zwart, dat is best mooi. Zwaar, ah ja, draai je eigen om. Draai mijn eigen om. Oh, dus dat zijn zwaard. Dat is gewoon, jongen. Ah, wel ja. Dat is heel mooi gemaakt. En mooi gedetailleerd. En hij van mij is zo, ja, emoticon-style. Dus hij vindt dat niet mooi, maar ja. Ja, hallo, wat hadden hij verwacht impulsief? Dat je er ineens met een heel sleeve ging thuiskomen, of ja. Gedetailleerd, hè. Ja, ik vind het leuk en ik kan het nog altijd laten bijwerken, hè, in het ergste geval. Maar ik voel wel, het is wel voor wat je zit. Ik heb het gewoon in een kodakje. Voilà, het staat voor wat ik ben. Ik ben blij. En even ook ergens wel, maar niet met alles mogelijk doen. Allee. Ik ga douchen, ik moet ook douchen, kom. Oké, okay, we gaan FIFA spelen nog even. Dus Yves gaat verliezen, ook al spelen we eigenlijk samen, maar dat maakt niet uit. Ik heb goed gespeeld er juist, schatje. Ja. Yep. Hoeveel was het? 4-0. Yay, 4-0. Was dat voor een beker eigenlijk? See. Goed. Oké, okay, ik ga deze vlog afsluiten. Als je een leuke vlog vond en een leuke tattoo, wat Yves totaal niet vindt, dan zeker een blauw duimpje omhoog geven. Niet vergeten te abonneren hier beneden en dan zie ik jullie morgen in een nieuwe vlog. En wat hebben we vandaag geleerd? Schat. Geen zak. Geen zak. Slaap wel.